beste volgers, welkom in het mooie dorpje Eemnes, vlakbij Soest en Baren. We gaan eens kijken wat het allemaal te bieden heeft. Het is ouder dan je denkt hoor, we zitten zo aan de jaar 1300. We gaan eens kijken. Pastorie, ja, dat is ook vergane glorie. Alle mooi imposant gebouwen, hè? Nicolaaskerk, ja, dat is niet zo oud hoor. Maar kijk eens zeg, hoe leuk. Daar staat daar nog een kapelletje over. Kroonluchters van maar liefst 1500 hoor. Dat, die kerk is 1845, maar de kroonluchters, die hebben toch wel... Oh, hiervoor heeft een schuilkerk gestaan. Ja, je ziet hier zo dat het vroeger een woonhuis geweest is. De mooie voorkant en dan daarachter, daar hebben ze de kerk gebouwd. Zien we het wat beter. Prachtig huis. En dan de kerk erachteraan. Kijk, hier zie je allemaal boerderijen langs de weg. Daar was ook ja, misschien nu een woonhuis inmiddels. Mooi oud huis. Ja, een paar mooie ponies. Oude raadhuis. Ja, mooi. Hè? Zo het water. En stil dat het is, rustig, ja, je hoort de stilte. Ja, dit is een monument dat een beetje de strijd tegen het water symboliseert. Kijk eens het mennengat, ja. Hier zo, ja, zo kan je dan de boel weer dichten en dan hoop je dat het water aan de andere kant blijft. Het zegt genoeg, hè. 1287 Sint Lucia vloed, toen begon het al, Zuiderzeevloed 1916, ja. Enkele mooie woningen, boerderijen, ja. Dat is toch vlakbij het oude centrum, zeggen we dan maar. De historische Kerkstraat, kijk toch eens hoe mooi, joh. Een leuk klein straatje met allemaal oude huizen. Gelukkig nog bewaard gebleven. Kijk, een poortje, mooie lantaarns. Ja, de huizen horen er, de auto's horen er ook bij. En hier aan de overkant, nou ja, hetzelfde lagere pak. Ook allemaal heel mooi gedaan. En dit heet dan de Kerkstraat. En het leuke is, het staat daar... Ja, je raadt het al, onder de rook van de kerk. Ja, en kijk eens, hier is de kerktoren. En de kerk. Allemaal heel leuk gedaan. Ja, mooi oud, hè. Kerk uit 1500 met een mooie toren. Ja, mooi. Fraaie zijaangezicht. Kijk eens hoe mooi die toren. Dit is dan de Eem. En dan gaat dat zo allemaal die kant op. En dan hebben we de Eemmonding. En eigenlijk is dat de Zuiderzee, het IJsselmeer. Hier zo hebben we nog een jachthaven. Nou, hier is dus de Eemdijk. Zie je hoe dat water onder, dat land onder water is gelopen. En dan gaan we daar naar de overkant. Het pontje. Hè? Maar ja, dan moeten we alleen... in het hoogseizoen zijn en dan gaat deze jongen heen en weer aan de andere kant en nou zitten we hier weer. Zo, kerkje, nog een gezellig pleintje met een bankje, boerderij met een hooimeid erbij. Kijk eens zeg hoe mooi pand, 1868, het staat erop. Eens even kijken, dat lijkt een bruggen wel. Ja, dat neem je en passant ook mee, hè. Het is een tijdshuisje, maar het lijkt wel een kapelletje, joh, zo in de verte. Kijk eens aan, zeg paal en dijk. Nou, bankje in het water. Nou, ja. Nou, dan kan je je benen gaan of zitten en dan kun je gelijk je benen schoonmaken. Nee, ik geloof... Hallo, beste volgers. Dit was het dus weer... We hebben genoten van Eemnes en we gaan weer lekker terug. Dag!